Hoi hoi, Sjane van de Vreubelgarage ben ik. We gaan verder met deel 2 van de tutorial Tango. Dat is het, zeg maar het album, het koffertje. Inmiddels heb ik de sluitingen gedaan. Ik heb dat gedaan met de stans van Studio Light, Denim Saturdays. En daar zit een riempje bij en die heb ik uitgestanst met zwart papier en daarna bewerkt met wax voor het metaal effect. En nou, dit stukje heb ik ook gedaan, die komt hier straks nog tussen. Ik ga nog een stukje af hoor, want ja, het moet natuurlijk ook geen schoudertas worden. En dus hier gaat nog een stukje voor af, maar omdat het boekje elke keer nu open en dicht gaat, zet ik deze er nog niet op. Dus deze bewaar ik als laatste als het album helemaal klaar is. Oké, waar gaan we mee aan de gang? Oké, als we hem opengooien, dan hebben we, nou, als we kijken naar het eerste blad, hebben we deze kant bekleed en hebben we de achterkant bekleed. Dan gaan wij over op het linkerblad. Dat is zeg maar een blad waar zeg maar die hinge overheen hangt. Nou, dat was wat ik daarvoor bedacht. Ik had daarvoor bedacht een pocket. Uiteraard. Ik ga aan de binnenkant van dit ga ik niet zoveel doen. Ik probeer de dingetjes die ik wil doen. De aparte dingetjes dat te doen op de voorkant. Dus hier maken we een simpele pocket. Hoe gaan we dat doen? We gaan hier een rail doen van 1 centimeter. Van 1 centimeter een rail. Dit is ook de manier waarop je meet. Oké. Hier pakken we ons vouwbeen. Deze om. Oh. Nou hou ik deze, die hou ik hier op. En ik blijf uit die het bewegende gedeelte weg. Dat is dat je niet aan de andere kant op plakt, dus op het blad zelf. En in principe gelijk. En hier wil ik dat ook. Dus hier geef ik met een potloopstreep aan tot waar die flap komt, zeg maar. En vanaf daar, oh, staat hij me scheef. Dat was hem. En vanaf daar ga ik 1 centimeter, hou ik dan over ongeveer, voor het oplakken. Oké, volgens mij was het deze. Yep. Dan pakken we dubbelzijdig tape. En die plakken we op die flapjes. Okay. Dan pakken we lijm wat snel droogt. En niet vlekt. En als het kan met een dunne punt. Want dan plakken we deze pocket op. Dus we lijmen de zijkanten. En ook het onderste gedeelte. Ik doe dat niet met de dubbelzijdig tape. Ik weet niet of je al meerdere workshops van mij online gevolgd hebt. Ik vind als je, of tenminste, ik vind, ja, vind ik, dat als je het met dubbelzijdig tape doet, dan, dubbelzijdig tape blijft namelijk altijd nat. En dan blijft hetgeen wat je dan in die pocket stopt, blijft zeg maar daar aanplakken. Dus vandaar. Nou, zorg er goed voor dat je deze flap wel goed kan bewegen, dus dat je ruimte hebt. En we gaan dus op zoek naar een designpapiertje hiervoor.
En die zijn papiertje voor dit stukje. En dan zien we je zo weer terug. Oké, ik wil je eerst even laten zien hoe ik dat doe. Ik heb het papiertje uitgezocht. En die ga ik hier tussen plaatsen. Oké, dan meet ik op dat die er ingeschoven kan worden. Dus in principe is die net zo groot als je pocket. Net zo breed als je pocket, laat ik zo zeggen. En dan, ja, ik kon het niet helemaal naar me toe halen. Omdat ik dan anders uit beeld ga. Maar ik heb gemeten dat dit stuk hier tussen moet. Dus ik haal dit stukje eraf. Nou, je kunt het, de restjes kun je bewaren. En je weet nooit of dat je net een klein stukje nodig hebt. Nou, dan past hij dus hierin. Maar ik hoef dus helemaal niet tot onder zeg maar het blaadje te doen. Want ik kan dan dit stukje weer gebruiken voor die pocket. Dus ik ga maar een heel klein stukje die pocket in. Een heel klein stukje. Dat zie je toch niet. En dan snij ik hem daarop. Kijk, en als ik hem nu erin stop, dan zie je toch niet. En ik heb een dubbelzijdig papier. Dus, en dit kan hier mooi onder. Oké. Helemaal goed. Ik doe dit even één keer voor degenen die nog nooit een album hebben gemaakt. Mijn streven is namelijk altijd dat iedereen dit zou moeten kunnen maken. Vandaar dat ik het misschien uitgebreid vertel. Degenen die het allemaal weten, die kunnen dan doorspoelen. Dat is het voordeel van de video. En de rest kan meedoen en begrijpen hoe ik het meet. Nou, ik heb net gesmoetst met inkt. Ik gebruik daar een vintage foto van Distress voor. En, het maakt eigenlijk niet uit welke inkt je gebruikt, als het maar donker is. Zodat de overgang, dat je die nauwelijks tot niet ziet. Want anders zie je hier langs een hele lelijke witte rand. En dat wil je ook niet. Nou, je zorgt dat overal zwarte randjes zeg maar te zien is. Ja, ik vind dat het mooiste. En deze gaan we hier plakken. Had ik die al gemeten? Ja. Of dan weet ik niet eens meer wat ik aan het doen ben. Oké, dus daar kan je een dingetje in doen. Ik heb al het een en ander gemaakt. Dus, nou, hier kun je dus dit bijvoorbeeld in doen. Oké, nou, die is klaar. We gaan naar de volgende. Bij de volgende had ik bedacht een vouwkaart. Voor die vouwkaart heb je nodig een zwart basispapier van 10 bij 28 centimeter. En die ril je op 7, 14 en 21. En dan vouw je hem harmonica. Oké, dus dat is dan dit stuk. 10 bij 28 centimeter, gerild op 7, 14 en 21. Dan vouw ik een harmonica. En even goed met je vouwbeen over de rillijnen, zodat die goed plat ligt. Deze gaan wij hier zo gewoon opplakken. Maar voordat we dat hier op kunnen plakken, moeten we even een designpapiertje uitzoeken die hier op past. En ik zie nu dat dit scheef is. Zo. Past wel bij mij, het scheven. En dan is de bedoeling dat we deze kaart zo hier opplakken, zodat je die kan gebruiken. Dus op zoek gaan naar een designpapiertje wat hierop past.
kijken. Ik heb een papiertje uitgezocht die hier past. Ik zorg altijd wel dat je potlood en streepjes redt. Oké, en we gaan hierop verder werken. Nou is het zo dat deze dus hier opkomt. Maar ik zit te bedenken van waarom maken we dan hier geen pocket van. Dus wat gaan we doen? Je pakt een strookje. Een reststrookje. En dan pak je een riller. Of een rilpen of wat dan ook. En dan ril je op het strookje op 1 centimeter. Nou, niet snijden, zeg ik, maar rillen. Gaat er zo heen. Ja. Op het moment dat je dit krijgt, gooi je hem dan weg. Want dat betekent dat de snijrichting van het papier deze kant op is. En dat, dit krijg je nooit meer goed. Het scheurt alleen maar verder door. Dus we gaan op zoek naar een ander stukje. En ik denk dat die allemaal in die richting allemaal gesneden zijn. En, nou, ik pak deze. Nou, rillen op 1 centimeter. Dus waarschijnlijk is dat papier, want al mijn strookjes die ik over heb, die zijn allemaal hetzelfde natuurlijk, gesneden. Rillen op 1, snijden op 2 centimeter. En dat doe je met nog een strookje. Rillen op 1. En snijden op 2. Deze weg. Dit strookje, dat gaan we vouwen. En aansmeren wil ik zeggen. En die lijn wat scherper maken. Wat is mijn bedoeling? De bedoeling is dat ik op het laatste blad hier twee, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, twee stukjes maak. Nou, dat past ook nog precies. Twee stukjes maak en dat met dubbelzijdig plakband aan beide zijden. Ene kant op de papier en de andere kant op dit stuk opplak. En dan hou ik hier een ruimte over. Een stukje ruimte over. Dus dit stukje gaan we beplakken met dubbelzijdig tape. Aan beide zijden. En dan maak ik één kant open. Ga ervan uit dat je, het maakt niet zoveel uit of dat je die doet of die doet. Welke kant je zeg maar deze flapjes open wil doen. Ik wil dat die flapjes die kant open gaan. Dit mag natuurlijk ook. Dus ik moet hem hier opplakken. Ik hoop dat het duidelijk is. Ik heb nog steeds geen vertrouwen in mijn eigen plakkunsten, dus ik ga wat lijm gebruiken. En die doe ik met de opening naar binnen opplakken. Is die kleine stukje te groot? Voordat je het weet heb je heel veel lijm. En natuurlijk is het voordeel dat het lang nat blijft, waardoor je het goed kunt bewerken. Maar aan de andere kant is het zo dat je dat het wel een plakzooi wordt. Oké, dus dan heb je de eerste. Deze doe je aan de andere kant. Dus zorg ervoor dat de opening naar binnen is. Dan weet je ook aan welke kant je de tape moet verwijderen.
andere kant. Goed aandrukken. Die zal ook waarschijnlijk een klein stukje te groot zijn. Maar we hebben schaar voor. Verwijderen we een klein stukje. Dit is een non-stick schaar, maar waarschijnlijk hebben jullie het ook al wel van andere crafters gehoord. Alles dubbelzijdig tape, alles stikt erop. Dus ik heb het nog niet gevonden. Okay. Dit stukje gaan we hier op plakken. En dat gaan we op deze manier doen. We hebben dus nu aan de andere kant een stukje dubbelzijdig tape. Nu ga ik wel andere lijm gebruiken. Nog niet zozeer voor deze randjes die ik een beetje ga schuiven. Maar ik moet die onderkant dicht hebben. En die onderkant, die doe ik met een dun lijntje. Als die andere lijm gebruik, dan ben ik bang dat er een dikke klodder uit komt. En dan is die pocket helemaal dicht. En dan zou ik hem hier ongeveer mikken. Dus wat meer naar beneden. Omdat dan kan ik er aan de bovenkant nog wat uithalen. Oké. Dus nu. Even kijken. Pak even dit strookje. Heb ik hier een pocket gemaakt. Hier kan ik wat in doen. Okay. Hoe ga ik hem dichtmaken? Ik heb een stukje lint van ongeveer 60 centimeter. Ik zoek een potlood. Ik weet niet waar die ligt. Nou, dan maar de pen. Ik mik hem ongeveer hier. Dat hij dan zo'n beetje hier valt. Want wat ik wil gaan doen is dat stukje lint, dat wil ik dat het daar omheen valt. Ik kan het natuurlijk ook meten. Laten we zeggen, dat is bij mij. Het kan bij jullie anders zijn. Ik heb op 6 centimeter vanaf beneden. Dus dan moet hij aan de andere kant ook op 6 centimeter. Oeps. 6 centimeter. Dan pak ik dubbelzijdig tape. En die leg ik hierop. Dan haal ik die tape af. En dan kijk ik ongeveer waar het midden is, ongeveer hier, dus dan moet die ongeveer hier plakken. Oké, nou weet ik zeker namelijk dat hij vast zit en nergens naartoe schuift. En 60 centimeter is misschien te veel, ik weet het niet. Even kijken. Nou, volgens mij, je hebt wel 60 centimeter nodig hoor, want anders kun je strikken. Mensen die mij kennen, die weten dat kan ik niet. Dit is mijn strik. Oké, dan kan deze dus opgeplakt worden in het boekje of in het album. Dat betekent smoetsen, inlijmen en opplakken. Oké, dit boekje, ik heb hem met een strik erin gelegd. Dit boekje, daar doe ik nog geen designpapier op. En waarom niet? Omdat ik geen restjes heb die zo groot zijn. En dus ik wil even kijken wat ik over heb. Dus we gaan door naar de volgende pagina. Nou, waar ik spijt van heb, is met dit dat ik die niet vastgezet heb. Dus we gaan daar swingtacks voor gebruiken. En wat zijn swingtacks? Nou, dit zijn swingtacks. Die verkopen ze in verschillende kleuren. En in verschillende vormen ook. En ik ga deze gebruiken samen met een splitpen. En dan zoek ik dus een zwarte splitpen. En die zijn voor me heel zeldzaam.
ik ga even op zoek. Op een plekje. Nou, die swingtack ging hem niet worden. Want, kijk maar, dit is veel te breed. Dus die past hier niet tussen. Dus, ik heb een andere gevonden. En wil een rode. En die past hier wel tussen. Ook maar net. Maar hij past er tussen. Oké, wat ik ga doen is, ik heb hier een stroopje eerst. Ik heb hier een klein stroopje, want ik wil hier straks een langwerpige pocket maken. Dus die verticaal gaat. En dan heb ik dit stukje om mijn swingtack op te doen. Nou, hoe doe je dat? Nou, je geeft aan waar je de lijn wil hebben. Dus je zegt dan ongeveer in het midden. En daar prik je dan een... Nou, ik ga hier precies in die roos zitten. Maar ik moet een beetje naar die kant toe, naar links toe. Dus, oeps. Ik prik niet door het hele ding heen. Even kijken of ik een gaatje kan vinden. Ja. Nou, dan ga je gewoon even doorheen als je prikpen of naald of wat dan ook. Dan pak je je swingtack en daar heb ik dus al een bret in gedaan. En dan gaan die twee pootjes er doorheen. Oké. Dan maak ik hem zo vast. En dan druk ik hem nog een keer extra aan. En wat ik ook altijd doe, is ik zet hem vast met dubbelzijdig tape. En dat is omdat ik wel eens meegemaakt heb dat hij dan toch open gaat. En dat wil ik niet. Oké, dus deze komt hier zo. Zo ver mogelijk naar buiten toe. En dan kan deze gebruikt worden als sluiting. Zie je? Nou, ik kan me voorstellen dat je niet deze swingtack in huis hebt. Als je dat niet hebt, dan kun je er ook een zelf maken van chipboard. Dan knip je gewoon een vormpje uit die hier tussen past. Dus een rechthoek of een punt, dat zie je. En dan doe je daar ook een splitpen doorheen. En dan heb je eigenlijk hetzelfde effect. Dus splitpennen in huis hebben is een luxe. Maar ja. Zo komen we wel aan een volle vreubelgarage. Nou, ik smoets hem. En dan haal ik het dubbelzijdig tape eruit uiteraard af. Dus hij heeft dan ook een dubbel functie dat hij ook nog eens erbij alles goed bij elkaar houdt. En dan doe ik deze. Klein voor het randje. Het moet genoeg zijn. En dan gaat hij dus zo dicht. Ja, had ik veel eerder moeten doen. Dus voor degene die die eerst het filmpje kijken, dan is dat eventueel een optie. Oké. Wat heb ik nog meer? Ik heb hier een strook van 6 centimeter, als het goed is. Even kijken hoor. Ja, 6 centimeter. Na meter. 6 centimeter. En ik ga een pocket zo maken. Dus waar beginnen we mee? We beginnen hier een flap te maken van 1 centimeter. Die vouwen we om. En ik begin de pocket een klein stukje van de rand. Want ik vind het wel mooi dat je hier dan zo'n randje ziet. Maar ik ga dit wel zo meteen dichtmaken. En dan bepaal ik waar ik onder die flap moet maken. Dat is hier. En dan snijd ik er weer een stukje af. Zodat ik ongeveer 1 centimeter over heb.
deze plak ik hierop. Een klein randje. Daarom zeg ik dan, bewaar je randjes, want je ziet wel dat daar kun je nog wel wat mee doen. Ik ben niet van de patchwork. Daar zijn andere mensen beter in. Maar voor dit soort kleine stukjes, daar kan ik wat mee. Daarna haal je de dubbelzijdig tape eraf. Je pakt weer je sneldrogende lijm met het puntje. In principe, het is allemaal best wel simpel. Je moet het alleen maar even weten. En ik ben zelf altijd een type wat graag ook wil weten waarom. En niet daarom. Dus zo leg ik het ook uit. Dan pak ik het hele zootje op en dan ga ik hier een pocket maken. Uitdraai met de lijmkant naar buiten toe. Toen het dicht gaat. Kijk, ik had dat ze net ook nog moeten doen. Nou, hier ga ik een designpapiertje en daar een designpapiertje voor zoeken. Hier is het ook. Zoek eerst een designpapiertje hiervoor. Hij hoeft niet zo diep de pocket in. Als hij maar in de pocket zit. En een enkel centimeter is genoeg erin. Want dan zie je het toch niet. En dan kun je misschien dat andere strookje weer gebruiken. Of de achterkant weer gebruiken om daar weer vol te plakken. Ik ga ook op zoek. Oké, nou, bij mij zit die erop. Ik had een boekje gemaakt van het restje van dit papier. En wat kan er dan in? Zet die kant dus die dicht. En dan kan die met die swingtrek dicht gehouden worden. Dan wappert die niet zoals deze. Maar ja, als je dit niet erg vindt, dan mag dat natuurlijk ook. Oké, dan gaan we naar dit blad. Nou, dan had ik bedacht voor 3 pockets onder elkaar. En hoe doe je dat? Nou, je neemt strookjes van 6 centimeter breed. Dus dit is 6 centimeter. En nou, dan is het meten. Of ik begin eerst helemaal een flap te maken van 1 centimeter aan de ene kant. En die vouw ik dan dubbel. En dan is het goed. Kan ook. Ja. Opnieuw. Een flap aan de ene kant. Meten waar die komt aan de andere kant. Dat het aansluit en daar een markering maken waar dat flapje aan moet doen. Of waar je het flapje moet doen. En dan ongeveer 1 centimeter moet die flap dan zijn. Oké, dus deze past. Nou, dat is 1. Gaan we deze flap aanmaken. Van 1 centimeter. Kijk, dit is weer de verkeerde richting. Dus ik pak een nieuw velletje. 6 centimeter. Ah, weet je, als ik fouten maak, of als er fouten gebeuren, ja, die zien jullie dus ook. Dus daarom zeg ik ook altijd, kijk altijd heel eerst even het filmpje af en kijk waar ik naartoe werk. En ga dan pas de workshop doen. Want als ik wat fout doe, en je gaat blind vanuit dat het goed is, dan ga je ook mee de fout in. Hetzelfde. Oké, dat is ook goed.
Ik moet er nog één maken. Maar dat kan buiten beeld. Maar hier op deze plopjes komt allemaal, of daar komt dubbelzijdig tape. Dus aan deze kant ook. En dan moet ik er daarna nog eentje maken. Oké, nou ik heb mijn drie pockets af. En dan gaan we ze opplakken. We gaan de boven, je gaat altijd van boven naar beneden werken. En ik wil hem op 1 centimeter, zeg maar, van de bovenkant af hebben. Dus ik doe daar een stipje neerzetten. Oké, dan pak ik mijn snel drogende lijm. En dan plak ik, of dan lijm ik de flapjes in, maar niet de onderkant. En ik zal je straks vertellen waarom. Dus niet de onderkant. Ja, het mag wel, maar dan heb je dus niet, dan volg je niet wat ik, hoe ik het maak. Ik hoop dat het goed komt met mijn swingtack, maar dat denk ik van wel. De volgende pak ik. Dan gaat het dubbelzijdig tape ook vanaf. Die lijm ik in alleen aan de zijkanten en die plak ik een, als je dubbelzijdig tape uit ziet steken, dan naar binnen stoppen, want dat is smoeselig. En ik mik hem gewoon ergens. Kijk, wat ik nu heb is een pocket. Helemaal naar tot beneden. Een pocket van de helft tot beneden. En nu ga ik hem pas sluiten. Dus hier bij de onderste plak ik hem dicht. Okay. Hier lijmen. En dan onder een richteltje. En dan plak ik hem met de geplakte richel natuurlijk naar beneden toe. En dan sluit ik de pockets af. Even een dopje op de lijm. Dus, wat heb ik nu? Ik heb nu hier een kleine pocket. Ik heb hier een wat grotere pocket. En ik heb hier, zeg maar, de grootste pocket. Nou, het zijn dus allemaal kleine stukjes papier wat je gebruikt. Ik neem dit op, dit is een voorbeeld. Het is een verkeerd voorbeeld, omdat het patroon zo loopt. En dit zijn allemaal kleine stukjes die je gebruikt. Dus ik wacht daar liever mee totdat ik meer restjes heb. Ik had 2 restjes over van de binnenkant. Omdat ik deze achtergrond te druk vond naar die kant toe. En dus dit worden, hier worden restjes voor gebruikt, maar dan kan ik deze niet gebruiken. Dan moet ik een restje hebben die zo gesneden is. En zo moet je elke keer met dat papier omgaan, want anders heb je op een gegeven moment zoveel restjes over dat je daar zowat een hele pagina voor zou kunnen maken. Oké, we gaan naar grote blad nummer 3. En op blad 3 had ik bedacht een bellyband, volgens mij. Ja, een bellyband. En dus wat je nodig hebt is een strookje van 6 centimeter. Maar je moet eerst een stukje designpapier hiervoor uit je paperpad voor zoeken. Dus ik ga hier ook even een stuk die hier precies in past. Oké, voor deze pagina gaan we een belly band plaatsen in het midden. Maar ik wil daar eigenlijk eerst nog een randje aan maken. En ik heb hier dan een pons, dus een willekeurige pons. Waar je wel voor moet zorgen is dat je niet een pons neemt met hele grote
fijne bloemen of zo. Want ja, het gaat wel kapot. Omdat je, ik merk gewoon als je dan dat gebruikt om zeg maar een boekje in te doen, dan op een gegeven moment dan, ja, gaat het rafelen. En dus ik zou kiezen voor een vrij rustige rand. Of je moet er mica achter doen. En mica is een soort ja, plastic, zeg maar, wat het dan zou kunnen beschermen. Ik weet niet of jullie weten hoe deze ponsen werken. Deze pons die werkt zo dat je dus de volgende stap moet je dan, zeg maar, hier zitten allemaal van die dezelfde dingetjes hier. En je legt deze gaatjes, zeg maar, bovenop de gaatjes, zodat je die kunt zien. En als je dan ponst, dan krijg je hem op volgorde. Dat geldt zowel aan die kant als aan die kant. Dus je kunt hem dan zeg maar helemaal doorheen halen. Daarom zeg ik, dit is een vrij simpele pons. Maar ja, ik vind vaak de simpelere pons ja, wel wat hebben. Oké, nou ik heb dit, als ik het zo zie, heb ik, hoef ik niet helemaal tot het einde te gaan. Ik draai hem om. En ga hier weer verder met gaatjes volgen. En als je er één overslaat, is het op zich niet zo erg, want je kunt dan nog terug. Nou, het zal net worden, denk ik. Dan gaat deze hier overheen. Dus wat ga ik eerst doen? Ik ga hier eerst een flap maken. Dus een flap van 1 centimeter. Ik maak hem van 2 centimeter. Omdat ik anders niet goed uitkom met het patroon. Dan komt hij hier overheen. En dan zou die hier weer gerild moeten worden. Dus ik ril hem ook nog hier. En als het goed is, gaat hij dan passen. Okay. Hij staat iets te bol. Iets wat meer ruimte geven. Want het maakt op zich niet zoveel uit. Want er komt hier een stukje designpapier overheen. Dus ik vind het iets te bol, iets te strak. En zeg maar gevouwen. Dan kan die ook plat. En je ziet hier een bolling. Maar dat maakt niet zoveel uit. Oké, dan is het dus vastplakken. Dus deze kant, daar komt dus dubbelzijdig tape. En dan is hij een beetje scheef. Maar als hij aan de voorkant maar recht is. Want aan de achterkant zie je dat toch niet. Oké, dus ik ga hier tape op doen. Als ik weet waar de tape is. Oh ja. Hier. En aan twee kanten, allebei de kanten, en dan vouw je hem dicht. Oké, dan moeten we onze splitpen nog doen. Dus ik heb het tot dusver af. En de splitpen gaan we even bepalen waar die komt. En dan wordt die ook ongeveer in het midden. Kijk goed of alles. Of alle bewegende delen, of er toch niet nog randjes af moeten. Want ik zie hier dat hij net aan vastloopt. En, of net niet. Maar in ieder geval voor mij reden genoeg om er toch een heel klein randje af te halen. Het is inderdaad maar een heel klein randje wat ik er af ga halen.
Maar dat kan net het verschil zijn. Dat hij niet bol gaat staan. Oké, we pakken de splitpen. Dus dan komt hij zo. We pakken de splitpen. Leggen we neer waar we denken dat we nodig hebben. En ik denk hier ongeveer in het midden. En daar prik ik een gat in. Nou, in principe moet ik dat gaatje kunnen vinden. En dan maak ik hem even nog wat groter, dat gaatje. Dan pak ik de splitpen. En de sewing tag. Doe hem erheen. Dat ik hem vast ga zetten met dubbelzijdig tape, ga ik hem eerst even uitproberen of die werkt. En tops. Ja, gaat er al fijn. En dat is wat we willen. Oké, dan is het, gaan we deze beinkten, smoetsen en Bij dit soort dingen, zoals een bellyband, ja, daar komt druk achter, of wat wordt aangetrokken. Die doe ik altijd wel met een tapeje nog extra. Dus ik maak, zeg maar, ik doe de vier kanten doe ik, zeg maar, op de rand dubbelzijdig tape. En voor de rest dan lijm ik hem in. Dat geeft mij in ieder geval zekerheid dat het blijft zitten, ook als je hier aantrekt. Oké. Nou, gaan we verder met deel 2. Nou, deze is bij mij zo geworden. En we gaan naar deze pagina. Deze pagina, deze even weg, even aan de andere kant. Is deze napkin fold card. Zo. Het kan zijn dat mijn camera die doet een beetje raar. Dus als je op een gegeven moment half beeld hebt, dan ligt dat daaraan. Ik zal het proberen in de gaten te houden, maar ik kan niks beloven. Oké, wat we nodig hebben is een blad van 24 centimeter bij 24 centimeter. Dit is ik maak hem nu in het wit, omdat het waarschijnlijk voor jullie duidelijker is. Ik hoop niet dat, het was het enige papier wat ik kon vinden wat dit formaat heeft. Want je hebt echt 30,5 bij 30,5 nodig om dit, om die 24 bij 24 uit te halen. Neem niet te dik papier, want anders gaat je magneetje niet werken. Want dit werkt met een magneetje. En als je te dik papier gebruikt, dan pakt die magneetje het niet. Ja, ik zou hem sowieso, als je hem gemaakt hebt, even wel onder een iets zwaar zetten. En dan gaat dat ook werken. Oké, 24 bij 24 centimeter. De napkin fold card. Als ik het goed heb. Zoals die heet. Ja. Oké, wat we gaan doen is... In het midden. Je vouwt hem een keer in het midden. Het rillen... Hier is heel belangrijk. Als je hem niet genamelijk niet goed rilt, kan je hem straks niet goed vouwen. Dus je moet hem goed rillen, dat hij goed plat is. Dat is één. Daarna gaat hij nog een keer dubbel, maar dan de andere kant op. Om zeg maar het papier goed buigzaam te maken, vouwen we hem beide kanten op. Zodat die ril er goed in zit. Oké, dan ga je van dit. Dit is het centrum. Dit is het midden. Ga je van dit, ga je naar het midden toe.
Ik heb niet proef gedraaid met dit papier. Ik weet niet wat soort papier het is. Maar... Dus op hoop van zegening. De andere kant is precies hetzelfde. En dan deze kant ook. Dus vier kanten. Naar het midden. En het luistert echt nauw. Dus vouw hem goed. Ik heb hem goed gevouwen, want ik kan hem niet met mijn neus bovenop zitten, omdat ik anders met mijn uitgroeien bij de onder de camera hang. Dus ik doe het een beetje op afstand. En het is. Ik dacht dat ik zwart niet goed kon zien, maar ik denk dat het ook best moeilijk is. Oké, dan heb je dat zo, maar dan ga je hem nog een keer de andere kant op doen. En dat heeft te maken met de elasticiteit van het papier, zodat je straks goed hem in elkaar kan vouwen. Oké, heb je dat gedaan? Nou gaan we... Van deze punt naar het midden toe. Dit is het midden. Die gaat hier naartoe. Hier aansmeren. Deze gaat ook naar het midden toe. Ik hoop echt dat het gaat lukken met dit papier, mensen. En mijn camera is nog steeds open. Want dat sluitsysteem is kapot volgens mij. En op een gegeven moment ben je afhankelijk van je camera. Helaas. We draaien hem om en dan doen we precies exact hetzelfde. De andere kant op. Dat alleen dat papier dat gewoon goed gevouwen is en gerild is aan beide kanten. Oké, nou komt er even een moeilijk stukje en dat is de knik maken. Even laten zien. Om deze knik te maken. Moet ik ook even kijken. Je begint in één hoek. En dan is het de bedoeling dat dit gedeelte helemaal naar boven komt. Dus je pakt het, als je hier die hoek hebt, pak je dit stukje. En die leg je... Hoop ik. Ik dacht dat ik het bestudeerd had, maar het hoekje leg je. Je moest die horizontaal aanleggen. Nou, iets. Ik ga het even uitzoeken, ogenblikje. Nou, ik was hem even kwijt. Ja, hij neemt op. Dan ben ik hem weer even kwijt. Oh, wat een klojo hier. Het gaat om dit stuk. Deze grote driehoeken. En die grote driehoek. Oh, nou weet ik het weer. De middelste lijn van die driehoek. Die gaat naar het midden toe. Maar ook van deze. De middelste hoek gaat daar naartoe, zodat je deze plat kunt leggen. Als je hem eenmaal plat hebt, dan gaat hij ook, blijft hij ook zo liggen. Dus ook op dit papier. Dus, wat je in de gaten moet houden is dit. Dus je krijgt een vierkantje. Daarna ga je dat hetzelfde doen aan de overkant.
Dan gaat dit. Ik wil het uitleggen, maar volgens mij snap ik er zelf wel geen hout van. Ik heb er toch een aantal gemaakt, maar blijf het gewoon zoeken. Oh, het middelste van die driehoek, van die grote driehoek, die ging naar binnen toe. Dat geldt ook voor deze. En dan krijg je dat vierkantje. Nou, we zijn lekker amateuristisch bezig. Het is al laat en ik heb gelopen rommelen met mijn camera en alles gaat, valt natuurlijk tegen. Oké, maar dit papier blijft niet zitten zoals ik dat wil. Oké, ik ga het toch met zwart doen. Ik heb geen ander papier, sorry, helaas. Nou, dit was een voorbeeld die ik gedaan heb. En ja, deze heb ik al gevouwen. Die heb ik ook geoefend. En dat ging net goed, maar... Oké. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Het gaat om deze driehoeken. Die punt, dit punt, zeg maar de punt van de driehoek, die moet naar binnen toe. En die moet dan op deze lijn komen. En die hoek precies hetzelfde. En dan krijg je een driehoekje. Dan ga je naar de overkant, dus ga je het tegenover en dan doe je precies hetzelfde. Hierachter heb je weer die driehoeken, die grote. En op met dit punt ga je werken, ga je er binnen toe. Dus die komt, zeg maar, die gaat recht naar voren, wat is het eigenlijk. En deze gaat ook recht naar voren. En dan heb je een vierkant. Nou, ik hoop dat jullie het begrijpen. Anders moet je... Hier is een... dat heet ook zo. Dat heet de Napkin Fold Card. Misschien dat... zij werkt met geel papier. Ik heb alleen maar dik papier. Dus dat is best wel een probleem. En oké, nou gaan we deze, dan ga je deze driehoeken terugklappen en dan heb je de vorm. Oké. Als je hem eenmaal zo hebt, dan blijft hij ook zo. Dus daarom zeg ik van, je kunt even ook weer iets zwaars opleggen. Ik heb er al eentje gemaakt voor het album. Daar heb ik iets zwaars op gelegd, zodat hij goed in kan zakken. Wat hebben we nodig? We hebben nodig 2 x 7,5 bij 7,5 centimeter. En die snijden we diagonaal door. Dit is die 7,5 bij 7,5 die ik heb. Die was vierkant. En dan snij ik hem diagonaal door en heb ik 2 driehoeken. Dat doen we 2 keer. Dus 2 keer 7,5 bij 7,5 en dan diagonaal doorsnijden. Daarna 5 bij 5 centimeter en die 6 maal. Dus je krijgt 12 van die driehoekjes dan. Ook diagonaal doorsnijden. En je krijgt 5 bij 5 centimeter en daarvan heb je er 2 nodig. En waarom is dit niet hetzelfde? Dit moet in, of tenminste, dit kun je in een andere kleur doen. En dan, je ziet straks zien dat je dan ja, toch een ander aanblik. Dus die 5 keer 5, 6 maal, die staat, dat is voor een ander gedeelte van de kaart dan de onderste. Oké, gezien, gaan we verder. Oké, nou heb ik, begin je met de 5 bij 5. Nou, je kunt hem helemaal uit elkaar klappen, want zometeen kun je hem gewoon heel makkelijk, dan als hij eenmaal gevouwen is, dan blijft hij ook zo. Die komen hier dus op. Ja, op alle hoeken.
ga niet plakken, want ik heb hem al geplakt. En ik wil eigenlijk wel deel 2 op 1 film hebben. Dus die plak ik hier. Plak je dat op. Die grote, dat is voor die grote driehoek. Je hebt inderdaad een behoorlijke matlaag eromheen. Maar dat is helemaal niet erg. Zo. Ja, ik leg het er even op, want dan kun je het zien. En dan komen die, die kleintjes, die 6 keer dus 12 van die driehoekjes, die komen hier. Ik zal hem even omdraaien, dan is het misschien een ander aanblik. Dus vandaar dat het, dat is een ander patroon. En dat, ja, dat is veel mooier. Ik zal het je laten zien. Hoe ik dat gedaan heb. Er zit mijn magneetje natuurlijk vast aan de onderkant van. Dit zijn een van die dagen. Kijk, ik heb deze gemaakt voor de album. En ik heb één blad gebruikt om zeg maar alleen voor de finishing touch dan zeg maar. En dan gaat hij zo open. Dus ik heb rood gebruikt, wit en dan bloemetjes. Dus vandaar dat het drie keer omschreven staat. En dan gaat hij dicht. Ik heb voor deze heb ik een pons gebruikt van 1,5 inch. En 1,5 inch komt overeen, dat staat op de pons hoor. 1,5 inch, dat komt overeen met ongeveer 3,5 centimeter doorsneden. 3,5 centimeter doorsneden. Daartussen, want ik heb ook een rondje genomen en een, waar heb ik hem? En ik heb deze genomen. Daar heb ik dus allebei een rondje uitgeponst en daartussenin heb ik een magneetje gedaan. En dat magneetje, die correspondeert met het magneetje. Nou, ik had eerst een groter magneetje, maar hij pakte hem niet. En toen had ik hem hierop gedaan. Dus je magneetje moet wel behoorlijk sterk zijn. Of je papier een stuk dunner. En hier heb ik een magneetje. En die kun je dus, zeg maar, wel, je moet hem wel op elkaar afstemmen. En ik had voor de zekerheid ook nog eens een keer een magneetje aan de achterkant. Maar hij blijft wel zo hoor. Maar je moet het inderdaad, moet je het even geduld hebben en wat rust geven. Nou, ik hoop dat jullie eruit komen. Mocht het niet zo zijn, dan kijk alsjeblieft dat filmpje van Susie Patril of zo. En de naam die heb ik net genoemd. De Napkin Fold Card. En daar kun je hem nog een keer zien. Want ik denk dat voor mij de energie eventjes op is. We gaan hem afmaken. Je pakt het album. En we zijn hier bezig. Maar ik vind het zonde om daar papier op te doen. Waar je iets, alvorens iets overheen plakt. Dus wat ga ik doen? Ik neem een wit stukje. En dan ga ik dat daarop doen. Deze zakt nog verder hoor. Waar je wel rekening moet houden voordat je het oplakt, is die swingtag hier. Hè? Die swingtag die moet wel ruimte hebben om hem dicht te houden. Dus dat je hem goed in het midden doet. Dus wat ik voor zou stellen is, je plakt eerst je basis op. Dus eerst, voor mij is dat het witte met een randje. Dan heb ik hem in ieder geval hier omheen. En daarna. En ik gebruik hier inderdaad dubbelzijdig tape voor, omdat hier dit ook weer wat te leien heeft en er wordt aangetrokken en alles. En dan ben ik bang dat die toch losgaat. Nou, ik ga hem opplakken verder en dan ben ik zo weer terug. Nou, ik hoop dat jullie eruit zijn gekomen met deze. En die laat ik even met rust voordat hij weer losgaat. Oké, ik ben met het laatste blad bezig. En dan gaan we de binnenkant, ik ga dat met rood ga ik dat doen. Want hier komt namelijk een diagonale pocket op. En ik vind het zonde van dit papier,
Want hier komt op die pocket komt natuurlijk ook al designpapier. Dat het wordt allemaal veel te druk. Dus ik heb gekozen voor een naturel kleurtje. En die kunnen we gewoon opplakken. En gebruik hier geen kaartstok van 230 gram of zo voor. Want ja, dan wordt die allemaal veel te dik. Okay. Dan om zeg maar die schuine pocket te maken, nemen we het papier op. En je maakt hem dan net zo breed als het papiertje eronder. Dan maken we hier een flap aan van 1 centimeter. Van 1 centimeter en dan kunnen we meten helemaal naar de overkant en dan komt de volgende flap hier naast die rillijn, dus daar maken we ook een flap aan en 1 centimeter erbij en dan heb je dit. Nou wil ik zo'n flap. Nou, dan gaan we even een liniaal pakken en een potlood. En bovenaan met de flap naar binnen zet je een streepje bij. Nou, we doen 1 centimeter. Rechtsonder zetten we hem op 2 centimeter. Wat ik hiermee wil zeggen is dat als ik deze twee punten, dus die 1 centimeter verbind met die 2 centimeter, dat wordt mijn snijlijn. Mag je met het mes doen of met je snijrilapparaat. Dat maakt niet zoveel uit. Alleen dit wordt dus je snijlijn. Dus dan nu heb je een pocket met 2 flapjes. Daar komt dubbelzijdig tape op. Kijk, aan de binnenkant heb ik allemaal wat simpelere dingetjes. Om het aan de binnenkant niet te druk te maken. En aan de buitenkant dan wat andere dingen. Oké, deze kun je dus opplakken over het rode heen. En dan zoek je een papiertje en dan meet je dit uit. En je kunt ook zeggen van ik maak exact hetzelfde. Of ik teken dit eerst na op mijn designpapier. En dan knip je hem uit aan de binnenkant van je potloodlijn. En dan zul je zien dat je er nog een beetje bij moet snijden. Maar dat de manier is om het designpapier erop te snijden. Ik zal even kijken. Ja, wat ik ermee bedoel is. Je hebt dit nodig. Maar straks wil je dan. Maar dan moet je straks even een beetje bijsnijden. Al die schuine lijnen. Zodat dat je wel aan alle kanten nog een zwart lijntje hebt. Oké. Volgens mij moet dat lukken, toch? Oké, ik heb deze op maat gesneden. Dus die past er nog op. Maar deze gaan we er nog niet op plakken, want die swing tag moet hier nog op. Maar deze kunnen we dan wel vast plakken.
Ik neem de snel drogende lijm met het puntje, want hij moet aan de onderkant moet hij dicht. Oh, ik zit weer uit buiten beeld te lijmen volgens mij. Hier een dun streepje. Ik kan hem opplakken. Het ziet er heel deftig uit, al zeg ik het zo. Oké, en dan gaan we deze even smoetsen. Ik denk dat we dat vergeten. Oké, dan komt die zo. Nou, dan doen we even dicht. En dan zie je waar je ongeveer je swingtack zou moeten plaatsen. Pak je op. Er is gewoon heel weinig ruimte hier. Maar dit moet lukken. Dus ik pak mijn prikpen en prik hem erheen. Wat groter maken, zodat mijn splitspen er doorheen kan. Ik doe er nog een tapeje overheen om zeg maar, die splitpen tegen te houden voor het open gaan. Even goed aandrukken. Oké, dan kan ik deze opplakken. Waar is voor mijn neus? Oké, lijm erop. Houden. Kijk, dat is het voordeel van met die langzaam drogende lijm werken. Dan kun je, je hoeft niet meer te schuiven. Dan zit het goed. Oké, dus daar kan het in. Ja. Nog één pagina te gaan. En daarvoor moet je even een papiertje zoeken, want daar komt uiteraard de waterval. Voor de laatste pagina, daar wil ik een waterval doen. Daarvoor heb je nodig in ieder geval een stukje wat hier oppast. Dus je meet hier een papiertje vooraf. En wat je nodig hebt. Dat is 10 keer 10 centimeter bij 6 centimeter en dat is 4 maal. Moeilijk. Ril op 1 centimeter en een strookje van 3 centimeter. Nou, die heb ik inmiddels gesneden. Dus dit is een stukje van 10 bij 6 centimeter. Daarbij is er een ril gezet op de 1 centimeter en die kun je omslaan. Nou, voor de mensen die, meerdere workshops van mij hebben gevolgd, die weten dat ik altijd een waterval maak die naar binnen gaat. Dus het dubbelzijdig plakband, de tape, zit aan de binnenkant. Daar moet je hem plaatsen. Oh, dus deze maak ik zover klaar. Oké. En het strookje, dat is om straks het magneetje aan te bevestigen. Oké, dus we gaan verder alleen met dit papiertje. Dit gaat aan de kant. En dan draaien we dit papiertje om. We moeten streepjes gaan trekken. Waar de sneders komen, waar de
flap van deze doorheen moet. En ja, het beste kun je dat gewoon aan de achterkant kun je dat tekenen. Want dan hoef je niet te gummen, want daarna kun je het gewoon plakken en wegdoen. En we gaan streepjes zetten om de 1,5 centimeter. Dus de eerste op 1,5, daarna op 3, 4,5 en 6. Oké, okay, ook aan de andere kant. 1,5, 3, 4,5 en 6. Okay, ik vind het altijd heel erg prettig werken met deze liniaal. Omdat als het goed is deze recht moet zijn. En dan trek je die lijn door. Dan zeg je, gebruik het achterkant, de achterkant van je papier. Dan hoef je dat niet allemaal straks weg te gummen. Oké, okay. Dat was die. En dan gaan we dus de andere kant op. Oké, moet even kijken of dat die opneemt. Oké, okay. Daarna gaan we 1 centimeter vanaf de kant. Na 1 centimeter. Hier en hier 1 centimeter. Daar, 1 centimeter. Ik weer mijn T-ruler, zoals ze dat zo mooi noemen. Een streep. Oh, deze is wel heel erg scheef, of niet? Daarom zeg ik van zelf, ik presteer het met zo'n T-ruler om toch nog scheef te worden. Het scheef te doen. Zo, hierboven is 1. Dit is 1. Oké, okay, dus zo naar beneden. Oké, okay, dit zijn je snijlijnen. Dus dit snij je in. Dit. En dan 4 keer. Ik pak een liniaal. En een mesje. En je snijdt hem. Pas op, wel op, goed op de liniaal drukken, zodat je papiertje niet wegschuift. En dan maak je daar zo een snede in. Okay, en dat doe je 4 maal. Okay. Dan heb ik binnen, aan de binnenzijde van de flap heb ik een strookje dubbelzijdig tape gedaan. En dan begin ik altijd bovenaan. En dan steek ik hem dus door de eerste snede heen. En ik zorg dat hij goed recht is. Want de eerste is bepalend voor de rest. Dus die moet gewoon goed zitten. Oké, okay, ik gebruik hier geen lijm bij. Dat is vaak niet nodig. En als het fout is gegaan, of dat je scheef gaat, merk je dat pas bij de volgende. En dan zit hij al. Oké, okay, dus dan plak je hem op. Dan ga je naar de tweede. Oh. Eerst er doorheen halen, voordat je tape eraf haalt. Want anders krijg je dat het ergens anders aan vast gaat zitten. En niet aan je blaadje. Er doorheen halen. Vasthouden en dan kun je zien aan degene die boven zit. Hij moet dus recht lopen met die andere lijnen. Als dat zo is, dan kun je hem terugdraaien en een vlas plakken. Doe je dus 4 keer. Deze gaat er ook doorheen. En dan pakken. Sorry, even de camera een beetje draaien. Oké, okay, nou de flapjes zitten eraan. Dan pak je je strookje van 3 centimeter breed. En dan ga je ongeveer kijken waar je dat magneetje, want die komt aan die kant, waar die ongeveer moet. Nou, als je de positie hebt bepaald,
Dan, wat ik dan doe is, ik maak hier even een potloodstreepje. Dan weet je dat ik hem daar moet vouwen. Je kunt ook een bril erin zetten, maar vouwen is vaak wel gewoon te doen. Het zijn maar kleine strookjes. Oké, die vouw even goed aan smeren, strijpen. Dus dan komt hij zo. Je kunt het midden uittekenen als je dat wil. Ik doe dat niet. Ik plak hem ongeveer in het midden op. Neem wat stukjes tape. Nou, dit zijn er dus maar twee. Je kunt het ook alleen met lijm doen, maar ik vind met tape vind ik het gewoon veiliger. Hier kun je ook weinig verkeerd doen, dus ik gebruik daar geen lijm voor. Ik mik hem in het midden en dan vouw ik hem door. Oké, dan pakken we. Moest ik echt even omdraaien. Pakken we twee magneetjes. Oeps, die gaan ook al gelijk samen spelen. En plakken het eerste magneetje, is wel heel erg magnetisch, die plak ik hierop. Die zet ik vast met een tapeje. Daarop doe ik de andere magneet. Doe er een klein stukje tape op. Haal daar de bovenste beschermding op. Maar wel dusdanig dat het plakband er nog op zit. En dan breng ik hem strak naar de overkant. Oké, dan zit hij daar. Voilà. Oké, pakken we ons album erbij. Even smoetsen. De inkten. En wat ik altijd doe met een waterval en iets wat sowieso zwaarder is. Je moet wel even controleren trouwens dat die pagina's goed heen en weer kunnen. Hè? Want anders ga je straks vastplakken en dan gaat hij niet heen en weer. Wat ik doe is inderdaad dubbelzijdig tape, doe ik hem opplakken en lijm. Omdat we hier ook weer bewegende delen aan zitten die, waar je aankomt. En als, dat vind ik dan als extra een tapeje verdient. Om hem goed op zijn plaats te houden. Eentje hier in het midden. Dan blijft dat ook goed zitten. Dan is het tape eraf halen. Lijn. Vooral op de dubbelzijdig tape, want anders kun je nog niet schuiven. Oké, en dan plak je hem op de juiste positie waarbij je rekening houdt dat aan alle kanten een klein zwart randje blijft. En je ziet ook door dubbelzijdig tape dat hij er mooi strak op zit. Kijk of die sluiting die lukt ook. Nou is het een kwestie van designen. Designpapier erop. Deze, maar ook dan de binnenkant. Wat ik ook ga doen, en jullie vast vertel, is ik ga deze punt die ga ik afronden. Met mijn
Want ik vind dat altijd wel netjes staan als dat wat afgerond is. Oké. Dus designpapier hierop. Oké, dat is de volgende stap. Oké, mijn waterval zit erop. Dus ik heb aan beide kanten heb ik gekleed. Wat we nu nog moeten doen is inderdaad, op de vorige pagina's hebben we dingetjes overgeslagen. Omdat ik bang ben dat je hoe je dan met het papier uitkomt. En we hadden toen in het begin nog geen restjes. Nu hebben we wel genoeg restjes, denk ik, om zeg maar die andere stukken zeg maar op te plakken. Ik kom nog één keer terug om dan in zijn geheel te laten zien hoe die bij mij is geworden. En ik wens jullie in ieder geval veel succes nu met het maken van deze album. Hallo, dit is hem uiteindelijk geworden. Dit is de voorkant. Ik heb, omdat we nu zeg maar in de leer zitten, in de Focus Letter, heb ik er leer op geplakt. Oké. En ik heb de stans gebruikt van Studio Light Jeans Notepad. Ik heb toch een klittenband gebruikt. Omdat hij niet, op een gegeven moment sloot hij niet meer. En, nou, dan dat maar voor de zekerheid. Oké. Ik heb mijn restjespapier gebruikt om hier een tag in te maken. Want daar hadden we ruimte gemaakt voor een tag. En dan ziet het er zo uit aan die kant. En zo uit in die kant. Oké, en dan de bekende strik. Gaat het maar niet altijd heel erg zo soepel. Oké, hier de pocket. Kaartjes ingedaan van de restjes die ik over had. En toen begon ik pas met de swing take. Hier voorin. Kaartjes gemaakt die erin kunnen van klein naar groot, omdat je pocket steeds dieper wordt. Dus deze, dat is de grootste. Oké, dan gaat die open. Heb ik hier een boekje ingemaakt. Ik zeg een boekje. En een kaartje. Die gaat daarin. En dan gaat die swingtag weer dicht. Dan komen we aan dit blad. Dit was mijn beroemde puzzel waar ik in op een gegeven moment helemaal niet meer uitkwam. Maar ja, ik hoop dat die bij jullie wel goed gekomen is. Het was ook een vreselijke dag gisteren, moet ik zeggen, met de opnames. Hier een bellyband, ook een boekje ondergemaakt. Dan gaat die dicht. En met deze magneet moet je erg veel geduld hebben. Leg er iets zwaars op. Een nachtje en hij doet het goed. Hier de waterval als laatste. En de diagonale pockets. Met een boekje erin. En dat was het. Nou, moet ik zeggen dat ik wel blij ben dat hij nu af is. Want mijn geduld raakt een beetje op. Ik weet niet of jullie dat gemerkt hebben. Ik heb van deze paperpad, hoeveel zijn er, hoeveel pagina's? 12 pagina's is dit wat ik over heb. Dus inderdaad, probeer mijn manier te zoeken om je papier dusdanig goed te verdelen. Zo niet, dan pak dan een kleur kartstok in de kleur die jij, waarin jij werkt. Dus ik ben rood en daar kun je de achterkantjes mee doen. Nou, veel succes. Ik ga hem nu posten en ik hoop tot de volgende workshop. Doei doei!